heb echt een heel erg zwak voor vrouwen met rood haar. Deed het geen pijn toen je uit de hemel bent gevallen? Waarom lach je niet vaker? Je hebt echt een hartstikke mooi figuur in die jurk. This is very direct, but I really love your dress. Glimlach is gratis. En heb je ook nog een pony? Daar heb ik ook echt een zwak voor. The blue color, everything, it makes you look very super. Je ziet er leuk uit vandaag. En dan zie je die glimlach, dan weet je, oh ja, dit is weer on. Dat is gewoon... Casa toch? Chik, chik, kiching. Ik vind dat uw kont er echt super sexy uitziet. Mag je dat nog zeggen? Dat iemand een super sexy kont heeft? Ik vind het wel spannend. Om erover te praten of om te flirten? Nee, om erover te praten. Dus ik vind het wel spannend, maar ik voel wel dat ik vind dat we het hierover moeten hebben. Mm-hmm. Ik ben ook echt een flirter, denk ik. En toch merk ik dat juist de laatste tijd dat ik best wel waakzaam ben geworden. Weet je wel, best wel alert op het flirten. En dat heeft een soort van dubbel gevoel bij mij veroorzaakt, waardoor het niet alleen maar leuk is. Mm-hmm. Het voelt soms ook best wel onveilig of best wel, misschien bijna ongepast om te flirten. En wanneer voel je je dan onveilig? Ja, ik denk ook door alle grensoverschrijdende zaken die aan het licht zijn gekomen. Door eerdere eigen ervaringen waarbij misschien net mijn grens over is gegaan. En dat is ook wat ik deze documentaire heel graag wil maken. Om met mannen te spreken die, nou ja, die zelf flirten. En om te kijken van hoe flirten zij dan, weet je wel. Wat doen zij eigenlijk? Zou je mij kunnen meenemen in een van jouw flirtavonturen in het restaurant? Ik kreeg een tafel in mijn sectie. En daar kwamen drie mensen zitten, ongeveer van mijn leeftijd. Ze waren Spaans. De head chef, die was Spaans. Dus die had mij een paar dingen geleerd. Waaronder de betekenis van de lyrics van het liedje Tuyo. Soy el fuego que arde tu piel. Als ik mensen zie in een outfit die helemaal één kleur is, dan neem ik er altijd stiekem een foto van. En ik heb zo'n verzameling in mijn Instagram highlight stories. Er liep iemand voorbij mijn hele outfit in het lichtgroen. En ik had daar stiekem dan zo'n fotootje van genomen, zoals gewoonlijk. Dus was ik daar naartoe gegaan. En ik had dat dan ook gewoon uitgelegd van, hey, kijk, ik maak altijd foto's van mensen die één outfit aan hebben. En ik had er ook één van u genomen. Ik had dat dan getoond. Dan zat ik in een vliegtuig naar Miami. En de andere rij zat een dame. En er was... Nou, de vlucht is ongeveer 4 uur. Dus er is genoeg over contact. En je wist al meteen van, oké, leuk en zo. Ik zei, así que ten cuidado. Wat betekent pas op? Want het is een warm bord. Dus zij al zo van, wow, spreekt Spaans, wat is dit? En die persoon die had een zware koffer. Ja, je weet toch, weer die gentleman. En dan, ja, wie gaat die koffer dragen? En ze was zo mager. Dus ik denk, dit is iets. Er is niks gebeurd, ik heb niks gezegd, maar ik help haar met de koffer. En dan moet ze in het hotel boven. Dus uiteindelijk belanden wij in haar hotelkamer met de koffer. Dus aan het eind van de maaltijd vroeg ze of ik een pen had. En toen wist ik wel hoe laat het was. Dus ik zei, ja, ik heb hier, alsjeblieft. En dus zij had daar haar nummer opgeschreven. En ze had erop geschreven, ik heet Maria. Dit is mijn nummer. Als je ooit in Barcelona bent, hit me up. De zware koffer lag hier. En het bed was daar. En zij stond daar. Dus het was Rio, druk op de knop en het gebeurt. En ik had mijn vinger van de knop afgehaald. Want nee, ik wil mijn vlucht niet missen. En er waren allerlei dingen dat ik zei. Zie je, je hebt het nog steeds. Dus ik kan het. Maar we gaan het niet doen. En dan hebben we samen gedanst en iets gedronken. Dan zijn we nog een nachtwandeling gaan maken. En uiteindelijk heb ik haar afgezet aan haar hotel. En dan hadden we gewoon een keigoeie zoen. Ja, ik heb de shift lachend afgemaakt. Oh. En natuurlijk ook met mijn collega's gedeeld. Van, hey guys, I got a number. Let's go. Wat geeft flirten jou? Ja, dus die van, hey, ik kan het nog. Ik ben nog man. Iemand heeft interesse in mij. En dat geeft gewoon, ja, dat geeft een gevoel van, oké, ik mag er wezen. Dat je in de game bent. Je hebt nog game. Dat is een beetje Engelse uitdrukking, ja. Vind jij jezelf een flirt? Ja. Ja? Ja. En waarom vind je zelf flirt? Omdat ik het gewoon heel nice vind om te plagen. Ik voelde die vraag gewoon aankomen. Ben jij een flirt? Ben ik een flirt? Wat is voor jou een flirt?
Wil je dat ze met je flirten? Of wil... Nee, je wil toch dat... Ik wil goede antwoorden. Goede antwoorden, zo is het. Ik vind mezelf geen flirt. Ik hoor wel vaker van mensen dat ik het blijkbaar onbewust doe. Maar zelf heb ik dat helemaal niet door. Want voor mij is het gewoon een normaal gesprek voeren eigenlijk met iemand. Zou ik iets zeggen? Nou. Ik vind jou ook wel flirterig overkomen. Nu? Echt? Hoe vind je dat om te horen? Doet dit iets met je? Want ik zie een beetje lachen. Ja, ik vind het niet vervelend. Ik wil niet als flirt worden aangezien. Ik wil wel kunnen flirten. Het moet effectief zijn. Ik zet mijn charme in als ik daar iets mee wil bereiken. Ik denk wel dat ik een soort van flirt ben. Oké, nou dan gaan we een avond uit en dan neem jij me mee op flirtavontuur. Alright. Hoe stapte je toen die club binnen? Mm-hmm. Met Alex samen. Oké, ja. Dus ik ging dan naar beneden met Alex om ons flirtavontuur te beginnen. En we spraken af dat als we een vrouw zagen die we leuk vonden, we die zouden aanwijzen met onze elleboog. En ik denk dat we eerst gewoon iets te drinken besteld hebben. We waren allebei wel een beetje dorstig. Een beetje thirsty. No pun intended. Toen ik 16, 17, 18 was, ging ik ook best wel veel naar feesten. En wij zijn ongeveer even oud. Ja. Dat het echt een soort schuurcircuit was, weet je wel. Vertel mij wat, ja. En daarin merk ik wel dat de tijd ook echt veranderd is. Dus ik herinner me nog wel een heel concreet moment dat ik geschuurd werd. Ja. En het was best wel leuk. Dus de jongen had zijn handen bij mijn heupen en we waren aan het dansen. Ja. Het was best wel sexy en leuk. En op een gegeven moment toen merkte ik dat achter me dat het heel warm begon te worden. Ja. He, dus ik voelde eigenlijk zijn penis gewoon groeien op dat moment. Ja. En ik merkte dat ik dat echt helemaal niet chill vond. Nee. En dat ik toen echt dacht van... Ik moet hier weg. Ja, ik moet hier weg. Ik wil dit helemaal niet en ik vind het helemaal niet chill. Een voordeel van de MeToo-discussie is dat het er juist voor heeft gezorgd dat al die gasten die normaal in de club met hun stijve lul zo ding 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 in je staan te haaien, dat die nu al 77 keer nadenken voordat ze je in het openbaar beginnen te droogneuken. En dat is toch chill, Carmen? Dat is toch chill? Maar het gekke is, als ik daarover aan terugdenk... het was toen ook een saaie avond als je niet een paar keer geschuurd was. Dat, ja. Dat was gewoon echt... Het was heel normaal gewoon toen. Het was heel normaal. Het was heel normaal. Ja, en dat is nu... Niet meer. Totaal niet. Ja, je ziet het bijna ook niet meer. Stel dat de waarheid is dat je een vrouw ziet... en je vindt gewoon dat ze een super sexy kont heeft. Ja. Zou je dat dan zeggen? Vroeger waarschijnlijk wel en nu waarschijnlijk veel minder, want dan word je mogelijk langs 5 kanten gecanceld. De broek staat je goed. Ja, dat, en dan kijk ik. Je gaat niet te veel expliciet zeggen over lichaamsgedelen en zo. Nee, dat... Nee. Ik zou gewoon schaamte voelen voor de platheid van de opmerking, denk ik. Ogen kan nog steeds. Ik zou ook een opmerking maken over ogen en niet over billen. En super sexy mag je nog zeggen? Tuurlijk mag je dat. Maar Kenneth, ik zie de hele tijd een beetje lippenstift op je schouder zitten. Ja? Vertel erover, hoe komt die lippenstift op je schouder? Die heb jij toch gegeven? Ik keek met Alex rond om te zien welke vrouwen we knap vonden. En we deden alsof we tweelingbroers waren, omdat we dat grappig vonden. Toen zei ik tegen Alex, hey, check die chick daar, ik ga die nu aanspreken. En ik zei, mag ik super eerlijk met je zijn? Mag ik super eerlijk met jou zijn? Ja. Ik wil jou zeggen dat ik jou fucking sexy vind. Ik wil jou zeggen dat ik jou fucking sexy vind. En toen stelde ik mezelf aan haar voor. Ik denk dat ik op een gegeven moment een beetje aan het lachen en vibe was met een vrouw waar ik mee aan het praten was. En toen gaf ik haar een high five en... Ik voel echt dat ze een warme hand had en zo'n beetje een plakhandje. En dat vond ik al grappig. Een soort van cute. Een drankje gedaan, iedereen dronk een bier of wijn. Jij dronk wijn. Ik dronk wijn. Chardonnay. Jij dronk chardonnay. Goed onthouden. Ja. En ik dronk bruiswater. Spuitwater, om zo te zeggen. Spuitwater? Zeg je niet spuit? Ah, dat je die spuit had. Dat vind ik dus dubieus klinken. Maar misschien ben jij gewoon een beetje dirty minded, niet? Dat je al direct de link legt. Nou, in de voorgesprekken waren er best wel wat flauwe opmerkingen.
En ook van mannen die ik geïnterviewd heb, kwamen er na afloop appjes van: zullen we iets gaan drinken? Of nu je me geïnterviewd hebt, laten we uit eten gaan. En toen dacht ik, ja, worden het dit soort gesprekken. Maar dat is toch ook de hele reden waarom je dit eigenlijk doet. Om dat vast te leggen. Ja, nou, eigenlijk of hoop te onderzoeken. Ja, echt om dat te onderzoeken. En ergens hoopte ik misschien in het begin van dat jullie dat dubbele gevoel kunnen weghalen, weet je wel? Dat flirten daarna weer alleen maar leuk is. En misschien kan het zo zijn dat iemand in deze setting dan denkt van: oké, maar we hebben het over dit onderwerp flirten. Zit daar dan wat achter of zo? Dat jij het met mij wil hebben over flirten? Dus omdat ik een documentaire maak over flirten, geef ik mannen eigenlijk een vrijbrief om dan met mij te flirten. Zou het kunnen dat ik een documentaire wil maken over iets waar we gewoon niet over kunnen praten, blijkbaar? Hoe denk jij daarover? In mijn geval heb ik zeker duidelijk, de boodschap was duidelijk. Ik voel me ook niet zo van, ik moet iets met jou. Want we hebben een afspraak, dat is eigenlijk business. We gaan even een interview doen. Je bent een aantrekkelijk persoon, dat is duidelijk. Maar dat is niet meteen een groen licht voor mij om te zeggen van, hierna ga ik toch even kijken van, nee. Er is, en ik bedoel, er moet toch ook een klik zijn. Ja, sorry meneer, maar weet u hoe vervelend het is als mannen dit doen? Wat doen? Ja, van die lokgeluidjes naar vrouwen maken, dat is heel denigrerend. We zijn geen beesten die je even kunt lokken. Is er een probleem hier? Ja, deze meneer staat hier naar vrouwen te sissen. Maar, nee, want ik deed niet naar jou, want mijn kat is ontsnapt. En die zit hier onder de auto en die probeerde ik zo te lokken met van die mondgeluidjes, zo met mijn mond zo van... Ben jij wel eens bang dat een vrouw jou een viezerik vindt? Ik hoop alleszins dat mensen mij geen viezerik vinden. Ja, ik zou wel kloten vinden als een vrouw mij viezerik zou vinden. Met je woorden zoals geil gebruiken en sexy en weet ik het wat. Ja, dan denk ik dat je wel gelijk een viezerik bent. Als ik mensen leer flirten, dan neemt de verantwoordelijkheid met zich mee, right? Want ik zeg, ik kan het en ik ga het u leren. Dus dan merk ik dat mensen ook veel kritischer zijn en heel veel sneller mij zullen willen labelen als potentieel een viezerik of... niet oké, of wel oké. Wat ik bij mezelf merk is dat ik mannen ook steeds sneller een soort van label van viezerik opplak, weet je wel. Jij bent mannen. Ik ben mannen, ja. Dat ik steeds sneller denk. Waarom vind je dat grappig? Het is gewoon grappig dat je mannen snel een label geeft van viezerik. Waarom? Maar wat is er grappig aan? Ik heb een beetje een donker humor, dus ik vind dat grappig. Oké, heeft een vrouw jou wel eens een viezerik gevonden, denk je? Gevonden? Ja. Niet op een slechte manier. Wil je met mensen ruzie krijgen omdat je ze leuk vindt? Dat is wat we aan het afwegen zijn. Gisteren zat ik in de tram. Was in die tram naar Ajax-Liverpool, toch? En er was ook een beetje Aziatische dame. Maar er was geen oogcontact. Ze was een kleintje zo. En het was allemaal opgedrukt door die Engelsen. Ik had willen zeggen, ik heb liever dat jij tegen me aandrukt dan tegen al die lelijke Engelsen. Maar ik dacht, nee, laat maar. Waar was je bang voor? Afwijzing toch? Die vrouw zit daar in een stress. Ik ga redder spelen. En wat kon ik bieden? mijn limousine staat in de parkeerplaats. Of mijn Jaguar of zoiets. Ja. En dan rijd ik je naar huis. Kom, we stappen nu uit. Ja. Ja. En zal ik nu iets tegen jou zeggen? Ik probeer de situatie een beetje in te denken. Stel je voor dat ik in een tram sta en ik sta helemaal... opgekropt. Ik sta helemaal krap tussen allemaal voetbalsupporters. En er zou een vreemde man zijn... die tegen mij zou zeggen van... hey, ik had liever gehad dat je tegen mij aangedrukt zou staan. Weet je wat ik dan zou denken? Ik ben benieuwd. Is dat brutaal? Ik zou dan denken... ik zou het heel raar vinden dat hij dat zou zeggen. Ik zou denken, wat een viezerik. Ja. Hoe komt dat nu bij jou binnen? Als ik dat zeg... is het meer om jou te ontspannen. Van ik kom en is het een grapje. Maar het is niet dat ik jou nog op tegen je aan zit te wrijven. Nee, dat is niet. Maar dat grapje zou misschien dus niet overkomen. Niet, hè? Want jij bedoelt het onschuldig. Jij bedoelt het als grapje. Dat was zeker zo. En bij mij zou het misschien overkomen als... oh nee, wat moet hij van me, weet je wel? Wat wil hij met mij doen? Oh,
Oké. Okay. Nou, als ik dan had gezegd, ja, je kan bij me staan, maar ik sta met mijn rug naar je. Is dat een had dat geholpen? Nou, dan had ik wel gedacht, oh, deze man wil niks. Of deze man probeert me iets veiligs aan te bieden. Ja, dus ik had het iets beter moeten verwoorden. Als ik het had gezegd, want ik was niet over de... Het kwam niet uit mijn mond. I got it. Hey, wanneer speelt Ajax weer? Ik vond het lastig om te flirten. En heb je een voorbeeld van een gesprek dat het niet zo goed ging? Ik wilde een vrouw vertellen dat ik voor het eerst in Haarlem was en toen liep ze meteen weg. En nog meer? Er kwam een langzaam nummer, dus ik krapte tegen een vrouw. We moeten gaan slowen. We waren elkaar aan het plagen en toen zei ze nee. En deed dat iets met jou? Dat deed soms pijn. Als ik vraag, is flirten vandaag de dag verdacht geworden? Hoe denk jij daar dan over? Alsof je soms niet... Dat het niet te duidelijk mag zijn dat je iemand echt seksueel aangetrokken bent tot iemand of zo. Ja, het is niet zo dat ik flirten in het dagelijks leven als verdacht ervaar. Ik merk geen verschil daarin. Totaal niet. Nee. Ik denk, nu komen er ook gewoon meer dingen aan het licht die bijvoorbeeld ongepast waren. De mannen zitten in dat verdachte bankje. Bij voorbaat is er nu veel meer aandacht op wat een man zegt. En dat die vrouw dan moet zeggen, hey, ik moet nu extra opletten, want hij gaat iets zeggen dat niet door de beugel kan. Ik merk wel dat ik zeker voorzichtiger ben in de momenten waarop ik een flirt aanga. Zo, maar echt gewoon naartoe gaan en hard flirten, dat is bijna verboden soms. Zo voelt het misschien soms wel aan. Omdat ik dan toch bang ben om een grens over te gaan, waarvan ik niet per se wist dat die er was op dat moment. Je gaat toch wat meer letten op dingetjes, weet je wel. Je hoort de laatste woorden zoveel verhalen over dat vrouwen ongewenst aangeraakt worden of dat er iets bij ze gebeurt wat gewoon niet klopt. En ik denk dat het wel een impact heeft gehad. Dat je wel bij jezelf ook gaat denken van, joh, misschien heb ik het ook wel een keertje gedaan bij iemand. Misschien heb ik wel een keer iemand gezoend en gaat ze er wel mee. Maar durven ze geen nee te zeggen. En dat ze achteraf spijt ervan heeft of er kut over voelt. Maar dat weet je dan niet, want op het moment zelf gaat ze mee. Jij denkt van, oh, ze vindt het leuk, ze gaat erin mee. Maar achteraf heeft ze eigenlijk gewoon een schuldgevoel over. Goedemorgen, Anja. Hi, Willem. Leuk truitje. Wat zei je? Niks. Jij zei leuk truitje. Ja, sorry Willem, je zei leuk truitje. Ja, nou zeg jij het ook, Frits. Oh ja? Shit. Maak het niet moeilijker dan het is. Oh, help! Ah, ja. Oh. Een vriendelijk klapje op iemand zijn achter, dat kan niet meer. Dus ik heb dat afgeleerd. Ik denk er nu aan, want je zegt, ik moet reinventen. Dus ik heb dat eerder gedaan. Af. Onlangs zat ik op de tram. Er was een meisje die zat gewoon, maar dan ook zo'n choker, maar met van die lettertjes. En die zei ook gewoon, all men are trash. Ja, ik denk dat zo'n dingen misschien het vuur aanwakkeren van, jou. Wat een walgelijke beesten zijn dat eigenlijk, die mannen. Als ik, zeker dan als datingcoach, maar gewoon als man publiek zou roepen van all women are trash, ik zou onmiddellijk gecanceld zijn, toch? Ik merk wel dat ik nu me wel extra bewust ben, ook door het vak wat ik uitoefen natuurlijk. Dat als er bijvoorbeeld vrouwelijke artiesten bij mij in de studio komen, dat ik wel echt, ja, ik ben me super bewust van eigenlijk alles wat ik doe. Dat is heel naar eigenlijk, omdat je in die creatieve flow wil je gewoon eigenlijk geen filter hebben. En zou het niet kunnen dat flirten gewoon niet meer past in deze tijd? Nee, ik stem tegen. Flirten schaffen we niet af. Waarom niet? Het is te leuk, toch? Je weet het zelf.
Maar hoe kan een koppel nog ontstaan als er nooit geflirt wordt? Dan is er enkel maar platonische soort van vrienden die beslissen om samen te wonen en een kind te maken zonder dat er ooit die spanning is geweest of zo. Wordt er dan geloot met wie je moet trouwen of zo? Of dan is het toch eigenlijk dan. Ik vind flirten eigenlijk stelt je in staat om de persoon te vinden die bij jou past. Als je die tool niet kan gebruiken, dan ben het fucked up. Zijn we het erover eens? Flirten moet blijven, ja. Maar het moet ook voor beide partijen leuk blijven. Zeker weten. En ik denk wel dat we daar nog een oplossing voor moeten bedenken. Ja. Goeie vraag. Ook onze communicatie tussen man en vrouw is een beetje aan het verzieken door dit MeToo. Dus we moeten nieuwe afspraken maken eigenlijk. Van hoe... Dus daarom vraag ik het aan vrouwen. Wat vind je wel prettig? Ik hou van knuffelen. Wat vind jij ervan? Ja. Gewoon kom er vooruit. Ik ben knuffelbeer. En jij? Ik ben altijd wat netjes in geworden de laatste tijd. Zeg maar, ik zou niet meer zomaar iemand zoenen. Dan vraag ik het eigenlijk liever. Ik vind het misschien heel stom. Maar ik merk wel dat de vrouwen dat de laatste tijd wat meer respectabel vinden of zo. Die vinden dat juist wat netter. Ik wil een kus. Wil je een kus geven? Dan ben ik direct. Duidelijk. Ja. Duidelijker kan het niet. Ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat iemand aan mij vraagt, mag ik je zoenen? Nee? Nee. Oh. Maar ik vind dat best wel een goede tip eigenlijk. Ik denk wel dat er heel veel vrouwen zijn die het wel fijner vinden. Als je gewoon om toestemming vraagt. Want dan weet je in ieder geval wat de grens is. Ik merk bij mezelf dat ik 10 jaar geleden, toen ik eigenlijk een beetje begon met flirten, dat mijn grens toen ergens anders lag dan nu. En nu besef ik me met terugwerkende kracht van, hey, misschien dat ik vroeger wel flirtsituaties heb ervaren waar mannen mijn grens over zijn gegaan. Heb je wel eens het gevoel gehad dat jij de grens bij een vrouw over bent gegaan? Niet echt. Alleen ik heb wel laatst heb ik 1 keertje meegemaakt dat ik dus een... er was een meisje, er was een feestje. En ik was gewoon heel rustig met haar aan het praten. Gewoon over hele normale dingen, niks aan de hand. En op een gegeven moment toen moest ik om haar lachen en toen deed ik net haar schouder aan. En toen zei ze tegen me van, joh, wat doe jij? En zei ik van, nou, ik moest om je lachen. Ze zei, maar raakte mijn schouder aan. En toen schrok ik wel even dat ik dacht van, dit kan dus ook wel best wel te veel zijn voor sommige vrouwen dus. En toen moest ik even over nadenken achter dat ik dacht van, ja, ben ik nou echt te ver gegaan? Maar ik dacht, nee, het is gewoon puur de schouder. Maar jij dacht in dit geval dus van, nou ja, dat is echt iets wat bij haar ligt? Ja, toen wel. Want als ik... Kijk, ik zou zelf nooit de grens overgaan van, ik weet dat het erg is voor een vrouw. Dat zou ik nooit doen. Eerlijk, ik kan me niet snel iets inbeelden dat past op binnen uw vraag of zo, nee. Nee, nooit. Nee. Nee. Ik ben een aardige jongen. Ik dat van mezelf. Ik wil mezelf elke ochtend in de spiegel kijken en zeggen van, ah nee, dat... In het verleden? Ja. Zou best kunnen. Ja. Ik heb zo 1, 2, 3 niet een voorbeeld. Maar ik denk dat omdat... Het gaat zo snel allemaal. En publieke opinie gaat ook zo snel, yeah. Verandert zo snel dat het lastig is om daar. Om dat zeg maar nu terugkijkend zeg maar, toe te passen. Ik kan me niet een bepaald punt vinden waarop ik dacht van. Oh, waarop ik nu denk van oké, dat was wel questionable of zo. Yeah. Ja, snap ik wel. Ik ben dus echt diep geraakt omdat jij ze net zei. Toen kan je vroegen van, ben je wel eens grenzen overgegaan? Dat jij zei, nou misschien wel. Mm. Omdat ik toen echt dacht van, oh, dit vind ik super mooi dat jij dat gewoon zegt. Mm. Omdat ik zelf het gevoel heb dat eigenlijk 9 van de 10 mannen die zeggen van, nou, ik kan me dat niet herinneren. Ik heb dat nooit gedaan. Dan denk ik, oké, okay, weet je, dat kan. Maar ergens denk ik ook van, ben ik dan gek, weet je wel? Hmm. Ook de vrouw met wie ik spreek. Want ik denk dat eigenlijk 9 van 10 vrouwen die wel heeft gehad van mijn grens overgegaan. Ja, ja. Crazy. Dus dat vind ik super mooi. Hmm. Are you okay? You okay? Ja. Dat raakte mij zo erg, omdat ik dacht van, dat is volgens mij waar heel MeToo over gaat. Dat je ook terug gaat reflecteren op, kan het zijn dat er ooit misschien iets gebeurd is waarbij ik wel de grens over ben gegaan? Als je niet wil, dan wil je toch niet. Maar maak het duidelijk. Wil je? Ja. Wil je niet? Fine.
Boek dicht, ander boek. Iedereen moet van zichzelf de grens aangeven. Ja, maar dat is eigenlijk, dat is wel heel lastig gebleken. En dat is volgens mij precies die hele discussie. Vrouwen moeten hun grens aangeven. En dat is denk ik ook het lastige. Of dat, ik merk dat ik dat dus lastig vind nu. En de vraag is nu, want het, je dwingt mij ook om het nog scherper te stellen. Is geen probleem. Dat beide personen hun grens aangeven. En dat daar, denk ik, is er nog een grijs gebied van hoe doen we dat? En behouden we de vreugde van het flirten. Want dat is waar jij en ik, denk ik, wel voor staan. Het moet wel leuk blijven. Het moet gezellig blijven. Er moet spanning in zitten. En we gaan geen flirtcommissie oprichten. We gaan niet polderen over flirt. We gaan ook niet een flirtinspecteur instellen. We kunnen het allemaal zelf voelen. Ja, we kunnen het allemaal zelf voelen. Maar ik hoop wel ook heel erg dat flirtende mannen niet alleen maar denken van, oh, wat vervelend deze hele MeToo-situatie. Maar ook met een empathische blik kunnen kijken naar, maar hoe is deze tijd voor vrouwen dan geweest? Ja. En waar is dat dubbele gevoel bij vrouwen vandaan gekomen? Want zo'n onveilig gevoel, dat ik een flirt heb, is natuurlijk niet alleen bij mezelf ontstaan. Vast ook omdat ik niet altijd mijn grenzen helder heb aangegeven, maar niet alleen daardoor. Nee, dat is duidelijk. Maar niet te lang daarover van hoe het fout ging. Hoe willen we dat het goed gaat? Focus on the solution, not on the problem. Hoe vond je het om met mij te praten over flirten? Walgelijk. Walgelijk? Nee, sorry. Je ziet me nu ook heel één keer trollen. Ja, nee, uw gezicht verdrietig was kijken. Ja, uw gezicht was onmiddellijk zo van, wow. Ja, je gaat toch wel meer relativeren. Je gaat toch wel meer nadenken over de dingen die je hebt gezegd. Kijk, meestal gaat het gewoon van een leien dakje en doe je gewoon eigenlijk alles zoals je altijd doet. Maar nu je er ook daadwerkelijk over praat en moet nadenken over je antwoorden, ja, ga er wel een beetje over nadenken inderdaad. En je hebt ook goede vragen gesteld, waardoor ik zelf weer iets verder erover moet nadenken. Dus dat is sowieso nice. Cool. Ja. Leuk. Dat is En nu voel ik me dus al slecht dat ik zo hard walgelijk zei en uw gezicht ging even zo van, wow. Sorry. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel nice. Omdat het is ook een exploration voor mezelf, toch? En ook heel, heel fijn dat jij je zo open durft te stellen. Dat waardeer ik enorm. En ook heel lijp om jouw verhalen te horen. Omdat je ook met een heel ander perspectief erin staat. Dus ik vond het heel leerzaam en heel nice. Oh, super mooi. Ik wil Willy eigenlijk gewoon knuffelen. Mag dat? Hele beeld. Linde denkt, microfoon. Oh, zo mooi, oprecht interview. Thank you. Dank je wel.